Vandaag een video over mijn setup van mijn melklokaal. Ik heb de melkrobot achter deze deur staan in de achterkant eigenlijk. Nou, hier staat de melkrobot. Een plafondetje. Netjes ingebouwd in zekere zin. Daar open met nog een deur. Dan kijk ik het rooster voor de robot op. Nou, hier de melkrobot, die kennen we. Dan heb ik hier de achterdeur om achter de robot te komen. Dan heb ik hier de... Nou ja, je ziet hier de slangen lopen. Netjes via rails. Naar de melkput, of tenminste, melktank. Een bakkoeltank. De Dolphin variant nog. Mooi degelijke tank. 6000 liter. Dan hebben we hier, nou ja, een ouderwetse boot. Warm koud water. Of andersom. Ik heb hier een rekje voor mijn emmers en melktanks. Kalfjes. Dit voor het apart melken van koeien. Dat zal ik zo laten zien. Schone emmers. Grote emmers. Hier de schroefcompressor van Airpress. En het belangrijkste bij de schroefcompressor is de luchtdroger. Ik heb begrepen dat eigenlijk in stallen moet je deze hebben. En niet die andere drogers, die vierkanten. Die gaat er zielen met ammoniak. Dan hebben we daarnaast eigenlijk een mooi dingetje. Om het zo makkelijk schoon te houden, heb ik hier een hoge drukreinigertje van Kegger. En een hoge drukreiniger op een automatische rol. Met trekveer. Dat is natuurlijk dubbel trek. Daar gaat hij in. Oh, zo. Dat is wel heel handig, want ik kan zo naar het melklokaal. Of melkrobot, melklokaal en straks ook naar de andere melkput. Een mooi dingetje. Ik heb hier koelmachine. Waarvan een heel mooi dingetje. Hier het blauwe vat, warmteterugwinning. Wat hij in wezen doet is, de warmte die je gebruikt om de melktank te koelen, die leiding loopt via de lucht door naar dit apparaat. Die warmte die geeft hij af in het warm water en dan loopt hij terug naar de koelmachine. Nou ja, het is nu vrij koud buiten, dus tegelijkertijd hoeft deze minder te tanken, minder te koelen, waardoor er minder warmte is. Waardoor deze ook kouder is. Het staat nu 30 graden. Het warme water is ook allemaal weggehaald. Zomers kan je tot 70 graden halen. En nou ja, met een graadje 15 haalt hij 50. En soms ook 60 graden. En ook liggen aan het hoeveel melk je in de tank hebt zitten. Heel mooi dingetje, heeft enorm veel gas bespaard. Want wat ik ook kan doen, ik heb hem doorgelinkt. Heb ik hier een warm waterkraan. Voor warm water, nou ja, 70 graden is 70 graden, ik heb nou maar 30 graden water. Voor de rest sleept deze ook door naar de elektrische boiler van de robot die daar op zolder staat. En de rest gaat naar de gasboiler voor de melktank. Wat hebben we nog meer? Ik heb hier de deur voor de medicijnen en de melkrobot. Computer. Om toch die robot in de gaten te houden. Die heb ik makkelijk in de buurt. De hoofd-PC staat in mijn huis. En via TeamViewer heb ik hem hier. Het voordeel daarvan is natuurlijk dat deze computer en beeldscherm gaan vaak te zielen. Door water, ammoniak,
natuurlijk rommel. En ongetwijfeld ook ongedierte die af en toe is. Waar je ook niet weghoudt. Maar het is wel makkelijk, want het is in de buurt. Je zit altijd in je looppad. Ik hoef geen kantoor binnen. Ik vind dat wel heel makkelijk. En dat vind ik toch wel aan te bevelen. Nou ja, er is een deur achter. Die meestal open staat. Dan hebben we hier een putje. Met een koe die naar binnen gelopen is. Nou ja, het heeft wel het idee. Ik heb twee plekken om koeien te melken. En dit is dan ook de oude melkput. Die is aangepast. Ik heb hier twee voerrekken. Die kan ik vast doen, dicht doen. Ik ken ze voeren met de touwtjes, zoals we natuurlijk kennen van vroeger. Ik ken er makkelijk bij. Nou ja, dat is natuurlijk oppassen bij sommige koeien. Die slaan en ik ken ze ook van achteren melken. Dit is de oude melkput. Zeer makkelijk. Ik kan koeien vastzetten of insemineren. Stel, koeien zijn nou lastig. Dan heb je een mogelijkheid om ze vast te zetten. Via kop en via de achterkant. Ik kan ze nooit naar achter trappen. We insemineren natuurlijk mag dat niet. Want als de koe valt en de inseminator zit met de armen erachter. Ik kan je wel voorstellen dat dat niet goed komt. Twee plekken. Vind ik makkelijk, want hierachter heb ik drie plaatsen voor zieke koeien. Dit moet nog wel aanpassen, dit is nog niet ideaal. Het meest ideaal is natuurlijk direct vanuit de robot dat je in zo'n hok separeert. Maar dat ken niet altijd. Dit is de oude melkput. De robot staat in het verlengde van de melkput. De oude melkput. Ja, en ik kan ook hier koeien naar binnen doen. Kijk, ik heb hier mijn droge koeien. Kijk, makkelijk schuiven. Ik heb hier ook een... Ik kan zien, daar staat nog een extra vacuumpomp. Die staat voor... hier, want ik kan hier met een melkstel, want ik heb hier de pulsatorslang, vacuumslang, kan ik met het melkstel wat hier hangt, koeien alsnog aansluiten, natuurlijk de deksel en daar die aparte emmers. Ik kan koeien apart melken, die misschien, ik heb er nou eentje bijvoorbeeld met een gebroken speen, dat gaat niet ideaal in de robot. Ja, meer heb ik ook niet te zeggen. Dit is een beetje hoe ik het heb gedaan. Het is in een bestaande situatie. Allemaal aangepast. Deze stal is in 1983. En van melkput overgaan op de oude melkroop. Die stond eerst daar in het verlengde. Nou ja, de nieuwe staan er uiteraard hier. En dat bevalt redelijk goed. Ja. In nieuwbouw doe je het anders. Dat moet je wel bij je zeggen natuurlijk. Maar... dit valt ook niet tegen. Nou ja, meer heb ik ook niet te vertellen. Later.